Het is een beeld dat veel Feyenoord-fans zich vermoedelijk nog wel voor de geest kunnen halen. Sven van Beek die op de koolsingel zijn kruk in de lucht gooit bij de kampioenshuldiging. De verdediger is inmiddels helemaal blessurevrij en geldt als een van de dragende krachten bij Heerenveen. Ik heb een blessure leed gehad, maar ik sta daar nu niet meer bij stil. Ik heb alweer anderhalf jaar lang gevoetbald. Ik weet wel wat mijn lichaam wel aan kan en wat niet aan kan, maar ja, daar moet je soms gewoon verstandig in zijn. En ik denk daar helemaal niet meer aan. Kijk, uiteindelijk moet je soms gewoon dingetjes op een bepaalde manier anders gaan doen dan andere spelers. Of een training, een krachttraining overslaan als je net een zware training op het veld hebt gehad. Ja, dat soort dingen, daar leer je wel mee omgaan. Maar wat ik zeg, ik voel me echt goed en sterk en fit. Dus ja, op het moment voel ik me wel goed. Uitgerekend Van Beek zorgde er op de tweede speeldag voor dat Feyenoord in de Kuip niet tot scoren kwam tegen Heerenveen. De verdediger was, samen met Andries Noppert, een van de uitblinkers en zag zijn telefoon roodgloeiend staan na afloop. Ja, zeker. Het zijn natuurlijk familieleden, vrienden die de wedstrijd hebben bekeken. En dan krijg je wel eens berichtjes. En sommige leuke berichtjes en sommige die voor Feyenoord zijn iets minder. Maar kijk, uiteindelijk is het normaal als je een kleinere club naar de Kuip gaat, dat je gewoon probeert resultaat te halen. Het is niet weggelegd voor velen om daar sowieso de nul te houden en ook nog eens resultaat te halen. Dus ik denk dat we dat gewoon heel goed gedaan hebben. Feyenoord is een team wel met veel kwaliteiten. Ik denk alleen nog niet dat het helemaal gewend is aan elkaar. Maar je ziet gewoon dat ze een hele fitte selectie hebben. En dat is iets wat de laatste twee jaar natuurlijk nu aan het gebeuren is. Dat er wel een andere frisse wind is doorheen gegaan. Van Beek heeft bij Heerenveen met Kees van Wonderen zijn eigen personal coach. Ook de 53-jarige oefenmeester droeg in het verleden het shirt van Feyenoord en weet als geen ander wat er wordt gevraagd van een verdediger. Nou ja, ik denk dat hij natuurlijk stiekem iets meer naar die positie kijkt en dat hij af en toe waar hij mij kan helpen dat ook zeker doet. En ik vind dat wel fijn, ook al je bent 28, je bent nog steeds niet uitgeleerd. Dus soms had hij het gevoel dat als ik een bal bijvoorbeeld terugspeelde naar de keeper, dat ik gewoon bleef staan en dat ik niet gelijk weer aanspeelbaar was voor de keeper. En daar probeer ik wel op te letten en daar heeft hij wel een paar keer al wat over gezegd. En ik denk dat dat nu wel wat beter gaat, ja. Stiekem hoopt Van Beek in de toekomst nog een mooie transfer te kunnen maken. Eén specifieke competitie geniet erbij zijn voorkeur. Tuurlijk, ambities zijn er zeker. En probeer je uiteindelijk, wil je gewoon stappen omhoog blijven maken. Maar ja, ik heb niet voor niks nu mijn contract hier verlengd. Voor mij voelde dat goed om hier even een paar jaar extra te tekenen en gewoon rust te creëren, gewoon ook voor mezelf. Maar ik zou wel zeker nog wel een keer een stap willen maken, ja. Voor het ideale plaatje zou ik nog een keer graag naar buiten willen. Ik ben altijd wel gecharmeerd geweest van Italië, omdat dat verdedigend ingestelde teams zijn. En ik denk ook als je ziet dat we tegen Feyenoord speelden heel laag en dat zijn vaak ook die clubs in Italië. Denk ik dat ik gewoon een hele goede wedstrijd had neergezet. En zoiets ligt mij wel, denk ik.